Ja, vrienden, we zitten natuurlijk midden in het politieke gebeuren. Ja, en soms dan verbaas je een beetje over zo'n Caroline of over zo'n hoedje of over wat ze zegt. En dan denk je, oh, wat moet dat allemaal? Of over Wilders die af en toe eens gewoon te ver doorschiet. En gewoon, ja, denk je ook bij jezelf, laat maar. Maar de grootste ergernis blijft hem toch zitten bij onze minister van Financiën. Bij de kakelende. Ja, want ik ga haar achternaam gewoon niet meer noemen. Ik ga gewoon niet meer zeggen. Dan krijg ik er gewoon niet meer uit. Nee, vanaf nu is het gewoon de kakelende. Ja, want heb je er gezien weer? Bij die Jinek. Heb je er gezien? Nou ja, gelukkig pakt hij de Jinek er nog een beetje aan. Dat had nog wel eventjes iets steviger gemogen. Maar als je nou toch goed luistert naar de kakelende in zo'n gesprek, dan ga je toch vanzelf al op je stoel zitten wippen en dan komt toch heel voorzichtig, begint het te koken in je hoofd en komt de stoom zo uit je oren. Ja, dat krijgt die kakelende gewoon voor mekaar, want ze praat ook zo, hè. Ze heeft ook een beetje dat, hè. Ze kan ook een beetje bekjes trekken zo. Een beetje zo. Ze is ook een beetje de kakelende. Ja, ernstig, hè. Oh, alleen dat al. Maar dan het totale gemis aan empathie met de samenleving. Dat je totaal niet kan vinden gewoon in zo'n gesprek. Dat je denkt bij jezelf, maar mevrouw, snap nou een keertje hoe het zit in Nederland, bij de mensen. Ja, water aan de lippen, ja, die. Maar de kakelende ziet dat gewoon niet. De kakelende, die vertelt gewoon van, ja, het nieuwe leiderschap, dat heb ik gewoon gedaan. Hoezo nieuw leiderschap? Wat heb je nou aan nieuw leiderschap getoond dan? Je hebt gewoon Nederland gewoon in de steek gelaten. Je hebt gewoon geen maatregelen genomen. Ja, nu is iedereen ongeveer helemaal in de allergrootste paniek zit. Je hebt toch gewoon helemaal niks gedaan met je leiderschap. Maar dan zegt zij gewoon van, ja, maar wij zijn bezig met die lange termijn. Wij zijn bezig met klimaat en met stikstof. En we zijn bezig met dit en dat. En dat is leiderschap. En jullie simpele zielen, jullie burgers, jullie snappen het niet. Waar wij op dit geweldige niveau waar ik zit, jullie snappen niet waar wij mee bezig zijn. Dat is dan het verhaaltje wat ze aan ons vertelt. Ja, maar gewoon het dagelijks gebeuren. Gewoon poen in je portemonnee. En geen paniek over je rekening. En gewoon rustig kunnen slapen. Daar heeft natuurlijk de kakelende totaal geen weet van. Totaal geen binding met de maatschappij. En dat werd zo overduidelijk in dit gesprek. Oh, vrienden. Die kakelende. Kakelende. Luister goed naar mij. Je bent volkomen ongeschikt voor de politiek. Ja, doe mij nou een lol. Ga iets anders doen. Ik denk dat je hele andere dingen heel goed doet. Maar blijf weg verder uit Den Haag. Dankjewel.